toch? En ik ben niet juist meer dan dat. Ja, ja. We gaan alsof we een challenge doen. Dan moet hij gaan raden wat het is. Punt voor Jesse! Pokémon! Ik ben kijk even aan! Hij is gewoon bloed! Zoals ik al in het begin van de video zei, we willen heel even met jullie gaan praten. We zijn de drie musketeers. Yes, welkom bij een nieuwe video van... De Bakketjes! Een hele nieuwe video voor jullie jongens en meisjes. Vandaag gaan we dag 4 doen. Wat gaan we doen vandaag? We hebben heel veel nieuw snoep binnen, dus dat, maar dan gaan we zo even kijken. Oh. Hey! Nou, eerder is er ook. Pip die is aan het spelen met een vriendin van haar. En een vader. Ben je het wel allemaal gek? En met water, ja, het is een beetje nat hier. Ja. En mama is mijn bal aan het spelen. Oh ja. Ja, tegen de camera. Oké, dat gaan we doen. En we gaan motorrijden. Ja, we gaan motorrijden. Want het is eindelijk weer warm weer. En ik ben echt bang dat ik dood word geslagen. Nee! Oh, op de schutting. Nou, het is lekker chaotisch hier zo. En inderdaad, dan gaan we motorrijden, kwadrijden. Ja. Kijk, wat mijn kwad. En basketballen. Jongens en meisjes, het is zover. Eindelijk weer mooi weer. Het is tijd. Voor het basketballen. Oh yeah. Oh yeah. Kijk of die gezakt kan worden, jongens. Oké, nou die van Jesse die staat in de schuur. Jesse zijn motor, dus die gaan we ook zo pakken. Ja, oké, kijk deze dunk, hè. Oh, heerlijk dat die kinderen gewoon weer lekker buiten kunnen gaan spelen met het mooie weer. Nou, kijk eens wie er binnen is, jongens. Het is Irm. Hey, wat ga jij vandaag doen? Nou, ik ga met Sam zo meteen gaan we ons nieuwe snoep invoeren. En dan gaan we inderdaad even de... Onze snoepwinkel even weer een beetje reorganiseren. Ja, potverdorie, dat mag inderdaad wel even... Ja, de primes heb ik in ieder geval daar al zo netjes naast elkaar neergezet. Oh ja, want we hebben echt allemaal nieuwe prime erbij. Oké, we hebben wat gaten tussendoor, dus die kunnen we mooi weer opvullen. En dat ga ik samen met Sam doen. Oh, we hebben dus, allemaal nieuw snoep om te gaan testen. En die gaan we straks uitproberen. Oh ja, zullen we... En met jullie delen. We hebben echt heel veel nieuwe snoep gekocht. Dit wordt allemaal zo ingevoerd, dus op het moment dat deze video online is, kan je het allemaal gaan bestellen. Hé, hey, ja. En... Vijf pack. We gaan straks een snoep challenge doen. Yes. Nou, jullie gaan je hiermee bezig houden. Jesse, we hebben zwaardere dingen te doen. Crossmotor. Oh man. Je hebt luxe paarden en je hebt werkpaarden. Ja. Nou, wij zijn de luxe paarden. Maar in ieder geval zo, hebben we dit allemaal ingevoerd. Dan kunnen we kijken wat we tekort aankomen aan bepaalde producten. En misschien weer wat nieuwe producten gaan kijken. Dat dus. Wij gaan even door. Zo direct wil ik nog even met jullie alles over praten. Zoals je op de titel ook hebt kunnen zien. Daar komen we zo direct op terug. Maar nu gaan we... Crossmotor rijden. Ja. Oh jongens. Nee. De hartjesballon van Pip. We hadden de schuifpijn natuurlijk open. Er zat echt nog een heel klein beetje helium zat erin. Hij is uit zichzelf gewoon van de eetkamer. Boven de eetkamerstoel hing die. En is hij gewoon zelf naar de schuifpijn gegaan waarschijnlijk. En weggegaan. Hij denkt, vluchten nu het kan. Vluchten! Oké, nou. Jesse. Er zat helemaal niet veel helium meer in. We hebben een missie. We gaan de ballon van Pip zoeken. Nou, een klein stukje hier in het straat. En dan gaan we even naar een afgelegen plek. Zeg maar, wat een eigen terrein is. En ik ben niet Jesse meer. Nee. Ik ben niemand anders. Ja, dit is niet Jesse. Dit is een stuntdubbel, jongens. Dit is niet Jesse. Dit is Pieter. Hij is 18 jaar of ouder. En deze motor is ook echt verzekerd, kentekenplaat. Hier is Edit, doe even een kenteken. Ja, ja, kijk. Dus... Kijk, kentekenplaat. Ja. Nou, een klein rondje hier in de straat, alleen even kijken wat hij doet. Jesse! Hij is weg. Het leuke is, we hebben nu zo'n ding hier zo, waardoor we geconnect zijn, dus we kunnen praten met elkaar. Jullie kunnen dat niet horen helaas. Nou, we gaan even een lekker stukje rijden, moet je kijken wat er weer jongens. Oh yeah! Nou, onze missie wordt de ballon van Pip te halen. Alleen, ik zag hem echt, nou voor mij 3 kilometer hoog, dus ik weet niet hoe we dat gaan doen. Maar Pip die gaat ervan uit dat wij hem gaan halen. We moeten even gaan skydiven. Ja, we gaan even skydiven, zegt ja, Jesse. Ik weet niet of ik hier langs kan, ik ga het gewoon proberen. Oh. Oh.
Oké, nou, we hebben heel veel snelle pauze. Zoals ik al in het begin van de video zei, we willen heel veel met jullie gaan praten. Yes, omdat wij minder uploaden. Soms. Ja, de laatste paar keren zijn er minder video's online gekomen. Dat hebben jullie vast wel gemerkt. Want, Jesse. Omdat privé waren een paar omstandigheden en dan waren we best wel lang mee bezig, waardoor heel druk waren. We waren een beetje moe van allerlei dingen en dan willen we wel een video uploaden. Het maken is op zich wel leuk, alleen met editen en alles eromheen. Ja, dat ook. En het jammer is, want we hebben een aantal hele toffe projecten waar we mee bezig zijn. Alleen alles wat we aan willen pakken, dat mislukt. Ja, dat mislukt of dat vertraagt. Of we zijn afhankelijk van andere mensen. We hebben een aantal leuke dingen, maar het gaat allemaal heel langzaam. Ja, want eigenlijk hadden we nu klaar met alles kunnen zijn. Maar... Ja. Dat is niet echt. Nee, nee mensen, echt dus niet. Degene die zeg maar ons helpen, doe even een beetje opschieten, want dan kunnen we ook verder. Zo. Ja. Er komen wel hele toffe dingen aan, maar ja, goed, dat hebben we een aantal keer geroepen, maar er komen echt hele leuke dingen aan voor zowel de bakketjes als voor zowel Pips kanaal. En ook voor Jesse kanaal trouwens, alleen wat was daarmee aan de hand, Jesse? Vertel eens even aan de kijker. Ik had een video gemaakt. Ja, een video, een ding video. Eigenlijk weer, hè. En dat was 4 uur beeldmateriaal. Die hebben we opgestuurd naar de editor. En die heeft het al een paar weken nog steeds niet klaar. Sindsdien hebben we nooit meer wat gehoord van de editor. Hij is gewoon de telefoon geblokkeerd. Ja. Dus we moeten op zoek naar de editor. Dus ben jij een hele goede editor of ken jij een hele goede editor? Laat het weten. Ja, doe dan even naar ramondebakker@live.nl. Stuur dan even een berichtje heen. Want, doe dan. We hebben video's van hem, alleen je moet wel tijd zat hebben voor de editor. Ja, dat. Ja. Ik vind het wel heel jammer dat er de laatste tijd zo weinig geüpload is. Want het is natuurlijk superleuk om video's te maken en superleuk om met jullie in contact te zijn. Ja. Ook op Instagram waren we wat rustiger. Dus we proberen echt om dat allemaal weer... Video's te maken. En genoeg video's te maken. Om up te loaden. Sorry daarvoor. We gaan het goed maken met jullie. Ik hoop alleen dat de mensen om ons heen een beetje tempo gaan maken en dat wij het nu wat rust gaan krijgen, zodat we tijd hebben om leuke dingen te doen zoals dit. Ja, zoals dit. Ja. Ja. Zodat we een video kunnen maken zoals dit. Moeten we gaan, Jesse. Ja, laten we doen. Oké. Okay. Dit is een nuk. Sorry, I love you. Oh, hij heeft gewoon een schoen aan van een paar honderd euro. Waarom heb ik die schoen aan? Ik was niet verwacht dat jij dat zou doen. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you know this too. Sneaking looks up and down from across the room. Nee! Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. Mama gaat het niet leuk vinden. Ja, maar bro, dit is zo'n stukje. Ja, waarom ga je dan niet hier? Omdat ik wegrij elke keer. Dit is glad. Kent die handvat? Maar niet uit. Motorrijden door het vies worden bij, hè. Alleen mama denkt altijd alles over. Oh, maar jouw schoenen, Jesse. Oké, dan we zijn nu... Is mijn rug heel erg? Ja, als je... Mee, nee, het valt niet mee. Kijk, hij heeft gewoon echt dure schoenen aangetrokken. Jesse. Mama is binnen. Wacht, heel... Succes. Ik moet boodschappen doen. Hey, nee. Doei, succes. Ja, doei. Doei. Ja, doei. Ja, wat? Nee. Er zit wat op je voorhoofd. Jij hebt welke van ze? Nee, weg niet. De ballon was... Ja, bro. 9 kilometer hoog. Ja, dacht je dat wij die ballonnen... Nee, ja. Zet op vertrouwen. Vertrouwen, hè? Oké. Okay. Ja. Nou, hier zijn ze nog steeds druk bezig, Sam. Hoeveel heb je al gegeten? Niks. Helemaal niks. Alleen ben ik nu bezig met deugd, man. Oh ja, oké. Okay. Nou, jongens en meisjes, we gaan nu even al onze nieuwe snoep laten zien. Jesse is er ook weer bij. Helemaal genoeg. Bam. Want we hebben echt heel veel nieuwe snoep. Ik ben eerst Pip, wat ben jij aan het doen? Wat ben jij aan het lezen? Alle reacties op jouw kanaal? Ja. Waarom? Dat kan ik beter. Echt heel leuk. We krijgen altijd heel veel leuke reacties van jullie. Super bedankt daarvoor. Maar blijf vooral reageren. Want zoals je ziet, Pip die doet het altijd lezen. Dat vindt ze heel leuk om te doen. Maar kijk eens even. Jesse. Ja. Pokémon koekjes. De Toxic W. Nuclear. Dat ziet er heel gezellig uit. Ja. Weer allemaal van die brain blasters. Brain blasters. Dit hè. Trouwpetjes. Speech. Ja, de... Het. Oh, ja, kijk eens even. Goed. Nou, Sam is hier druk bezig met alle flesjes kapot te maken. De Prime Cherry Freeze. Nou, deze hebben we helemaal nieuw. Nieuw, maar die maak een like op een katuik, maak een like berry blend, maak een like op een beetje mijn voet, maak een like mega mix. En noedels carbonade. Ja, die hebben we ook en weer. En ergens.
Eret, ja, daar ook een aantal van, maar ook een hele aantal allemaal nieuwe gekeken. Ja, ook een keur. Wat het, ook en allemaal nieuwe. Los. Oh, zoveel nieuwe dingen, joh. Oh ja, en hier nog Oreos, deze hadden ja, een double cream. Zo. Ja, kijk, deze is omega. Dus kijk, er zit twee witte in. Dat is echt zo lekker. Anders één. En lekker is dan dit spul, maar nu. Extra veel. Dubbel extra veel. Oké, nou, dat is, die hebben we dus. Ik weet een leuk idee. We gaan alsof een challenge doen. Er is steeds iemand die gaat iets proeven. De andere twee gaan uitzoeken. En dan moet hij gaan raden wat het is. Yes, Pim. Welke gaan we nu als eerste doen? Zullen we die? Ja. Oké, nou, maak maar open. Oké, nou, we gaan nu een stukje... Echt, nee, niet kijken. Echt niks vies? Nee. We gaan gewoon alleen een snoep doen. Ik ruik het al, volgens mij. Oké. Dat is zo van... De Laffy Taffy. Is hij hij is super lekker. Is hij nucleair ontploft er iets in je mond? Of, Nee, super lekker. Helaas geen punt. Kijk eens, doe je ogen maar open. Het was deze. Maar hij is niet zuur. Nee? Nou, hij gaat nu. Ik dacht deze. Nee, die was het niet. Oké, Pip, jij mag weggaan. Nee, Jesse, jij mag nu weggaan. Maar is hij wel lekker? Hij is super lekker. Is hij weggaan? Ja, dit wordt hem. Oh, voor de keer. Oké. Ik ook, hè. Hé, hey, jullie skippen me. Kijk eens even. Nee. Ik ben heel benieuwd of Jesse gaat weten wat het is. Dus nog mond open? Fuck, waar heet Sam, even. Ja, bro, waar ben ik? Ik zie alleen maar... Okay. Ja, maar je mag je ogen nu toch open doen? Ja. Nee. Ik weet wel wat het is. Nee. Oké, okay, ik denk dat het die... Ja, doe je ogen open, waar wijs het aan. Een Sour Patch Kids Peach. Nou nee, jongens! Ja. Een punt voor Jesse! Woe! Jullie hebben iets gevonden voor Pip? Ja. Ja, en dan komt hij. Het is een heel raar iets wat je in je mond krijgt. Ja, en kauwen. Ik vind het heel vies. Vind jij het heel vies? Ja. Ik vind het echt heel lekker. Ik vind het heel vies, maar... Ja, doe je ogen maar open, dan mag je gaan kijken, aanwijzen wat het is. Ja! Yeah. Hey, puntje voor Peppy! Oké, zoet, die is echt kei lekker. Oh, yes, zo. Ja, vond je hem lekker? Jo, ik wil nog wel een beetje. Ja, dit is echt een soort van suikerspin, maar dan een suikerspin luxe eigenlijk, hè? Deze? Okay, laat even zien. Wauw. Hé? Wat, jongens? Ik geef wel echt met Pokémon te maken. Sst! Pokémon! Nee! Pokémon! Bro, ik ga even proeven! Ogen maar dicht, mond open. Pokémon. Bro, hij heeft hem nooit op! Je hebt een laag op! Bro, hij houdt op je chocola! Bro, hij heeft het eens geproefd! Hij heeft gewoon. En dit zo. En dan. Zijn tong heeft er niet eens aangeraakt! Puntje voor Sammy! Is hij lekker? Ah, ik weet niet waar hij het over heeft. Jesse is daarmee bezig met zijn basketbal. We gaan door met de volgende. Die kunnen we echt niet doen. Deze? Ah, ik ben benieuwd of Jesse gaat raden wat het is. De vorige had hij echt heel goed geraden. Hallo, laat ons even zien. Ja, bro. Terwijl ik er naartoe moet lopen. Oké, okay, nou we gaan kijken wat Jesse hiervan vindt. Zo zijn die dingen zo zuur. Is hij heel zuur? Ik heb er een gezicht van Jesse. Oh, kijk eens. Wacht. Niet doorslikken, hè? No. Nee, als je gaat bijten, zo... Wacht even. Dan kan je... Volgens mij is het appelsmaak. Ja, doe je ogen maar open en wijs maar even aan wat je denkt dat het was. Ja, het is deze. Hé, hey, punten bij Fiesse! Geen punt. Wat geen punt? Hoe was deze? Ja, dat zegt hij toch. Yes, die. Oh, waarom gaat het al zo vermoeid? Nee, dan is geen punt. Geen punt! Daar zit hij. Nee. Oké, 2-1, kleur en smaak. Oh, dat was weer heel apart, jongen. Vind je hem lekker? Laat Jess ook even proeven. Ja, laat mij ook proeven. Nee. Wat heb je aan dit kind? Bro, hoe heb je überhaupt hem gecreëerd? Ik weet het niet, ik denk dat het vooral mama's DNA is. Denk het ook. Oké, nou Pipje komt erbij. Ik ben heel benieuwd of zij zo direct gaat weten wat het is. Ja. Oh. Deze. Fout! Die? Met een groene! Is dat wat je denkt wat het is? Het was... Deze! Oh, geen punt! Geen punt erbij. Ja, vond je hem lekker? Jongens en meisjes, en dit was onze video waarin Jesse Slonig in de modderpoel moest zitten en dan allemaal snoep gingen proeven. Ja. En dat Pip irritant is en mama nog steeds als enige bezig is. Daarin, daar ga je. Oké, wij gaan even door. Als mensen nog geen abonnees zijn, zeker. En tot de volgende keer. Doei.